Flikker toch een eind op met je kankerzooi, Kamer van Diepen. Vandaag bespreken wij Komt een vrouw bij de dokter. De film. Ja, laat hem aanzetten. Imposant opening shot. Schreeuwt misschien meteen big budget of zo. Ja, en een film starten aan het einde en dan een hele lange flashback maken en dan daar weer eindigen is ook een hele makkelijke manier om je film rond te breien. Ja, ja, je hebt meteen... Oh, wacht, zo begon het ook. Je hebt een afronding zonder dat je echt heel diep hebt hoeven nadenken over een goede afronding. Ja, het wordt wel eens gezegd dat een goede beginscène ook al het einde in zich draagt. Dit wordt daar niet mee bedoeld. Dat is hier de facto het geval. Ooit had ik het allemaal voor elkaar. Ik speelde in de Champions League van het levensgenieten. Dit is een van de meest tenenkrommende zinnen die ik ooit heb gehoord in de film. Ik heb er meer dan 4000 gezien. Leeft als God in Amsterdam. Wat kon mij nou gebeuren? Allereerst wil ik zeggen, toen ik deze film zag, zonder het boek gelezen te hebben, nam ik aan dat die voice-overs helemaal of gedeeltelijk uit het boek kwamen. Ja. Omdat het boek ook in de ik-vorm is geschreven. Ja. Dat blijkt niet zo te zijn. Nee, dit is echt iets van de scenario-schrijvers. Ja. Ja. We moeten dat goddelijke leven in Amsterdam en Champions League van het levensgenieten moeten we waarderen. En jaloers misschien wel op zijn. En worden nu meteen, voordat we naar het wat kan mij nou gebeuren deel gaan, in dat vette spektakel gegooid. Ja. Als ik dat opening shot zie van haar die in dat moderne gebouw die trap oploopt en ook hoe het gefilmd is, moest ik meteen denken aan een van mijn favoriete films, The Tree of Life van Terrence Malick. En daar zie je Sean Penn, die helemaal leeg is, spiritueel om het zo even te noemen. Mm-hmm. Die is helemaal zichzelf kwijt en die zit wel geld te verdienen en die zit naar vrouwen te kijken. Je ziet ook champagne naar zijn kont kijken, zo heel doods. Ook in zo'n gebouw met veel glas. Daar duidelijk dat dat een hele vrij zieloze omgeving is. Yeah. Maar hier is een heel vet kantoor. En wat ze ook nog eens doen is marketing. Ook iets waar totaal geen kritiek of knipoog naar wordt gegeven. Wordt ook weer als iets vets en iets super levendigs en iets super hips. Droomleven heeft hij. Tafelvoetballen. Dus, wij kopen de rechten van de beste Nederlandse commercials en verkopen die aan buitenlandse bedrijven die geen concurrent zijn. Op die manier verdienen we er allemaal aan. Briljant idee. Briljant idee. Ja. Commercials doorverkopen. En hoe kwam je erop? Door types zoals jij. Types zoals ik? Nou, volgens mij ben jij zo'n jongen die niet begrijpt waarom er bij jouw klant niet zo'n groot schilderij van jezelf hangt. Ja, en hier wil ik nog even zeggen dat zij meteen doorheeft wat voor een kutkwaliteit hij heeft, maar ze valt het ook voor. Hazes of Mozart? Alle kijkers kennen wel Mozart van naam. Dus laten we naar Mozart gaan. Een beetje cultureel doen. En dan zonder te betalen breken ze eigenlijk in die zaal. Maar ze doen dus heel vrij buitenricht. Maar ze zijn eigenlijk gewoon establishmenten. Amsterdamse ring en marketing. Ja. Halverwege die symfoniek of weet ik veel wat is, komen zij binnen. Mensen zijn aan het luisteren. Daar weet ik veel, €80 voor betaald. En dan gaan zij zo zitten, middel die trap. En dan zie je allemaal van die mensen in het publiek die zo nors kijken. Heel dom vind ik dat. Kijk eens, wat een stijve mensen. Ja, ja. En die vrijbuiters, Stijn en Carmen, die gaan daar helemaal tegenin. En zij kunnen er niet mee omgaan, die normale mensen. Ja. Ja, kijk, hier wordt ze verliefd. Hè? Kijk, hij vindt Mozart niet meteen verschrikkelijk. En hier gaat hij. Ja. Ze zijn niet cultureel en het is niet rock on. Dus ik vind de hele relatie begint al op een aantal fronten meteen al helemaal nep. Alles kan. Alles kan. Alles wat je wil, kan. Dus ik ben nergens bang voor. Ik heb in cafés gezeten met mensen die zo begonnen te praten. Ja. En dat is altijd het moment dat ik dacht, shit, ik ben weer te lang gebleven. En zij zit zo. Uh-huh. Ja. Mm. Begin hier steeds meer... Hij doet alles goed tot nu toe. Ik vond dit shot wel leuk. Yeah. Zo'n patrijspoort. Wel symbolisch, waarschijnlijk onbedoeld. Omdat hij een beetje de Titanic van de relaties betreedt. Hij betreedt eigenlijk een zinkend schip. Zij weet precies hoe lang zijn arm is of zo. Ja, vrouwen weten dat, jongens. Ja. De muziek doet afbreuk aan redelijk sterke beelden. Het is alsof je een aardig gerecht hebt en dan wordt er een enorme plas jus overheen gegooid. Die vooral nog niet lekker was. Ja, en doet me denken aan commercials, trouwens. Ja. Het is zo'n muziek uit de commercial bibliotheek. En films van het Hallmark Channel. Ik wil met de trouwen. Trouwen jij? Stijn, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Ik hou van de... En ik wil een kind van haar! Nou ja, nu wilde hij opeens meteen al met haar trouwen. En een kind van haar. En ze gaan ook meteen trouwen. Dit zie ik echt zo voor me als een commercial. Je trouwdag is toch de mooiste dag van je leven. Daar lag een kans. Ik denk dat een betere regisseur dat stijlelement ook goed had kunnen toepassen. Ja. Want op zich, dat het gaat over een marketeer die een leeg leven heeft.
Yeah. Met muziek die doet denken aan commercials. En shots die doen denken aan commercials. Dat had ook goed kunnen zijn. Ja, ik moet bijvoorbeeld denken aan die openingsscène van David Lynch's film Blue Velvet. Mm-hmm. Die ook slow motion is. Waar allemaal hysterisch glimmende brandweerauto's. Allemaal zwaaiende brandweermannen. Mm-hmm, ja. En overstekende kinderen. Alles is helemaal harmonieus. Maar je weet al dat dit grappig bedoeld is. Dat dit hysterisch is. Overigens zie je daar ook een vrouw in huis naar een moordmysterie kijken, een pistool in in het vrolijke begin, zit de naderende storm al. Ja. En hier zit die niet in, of in ieder geval niet in het beeld. Alleen die voice-over die zegt het in het begin. Die zegt, wat kon mij nou gebeuren? Dat is het pistool in beeld, zou je kunnen zeggen. Maar dat had nog meer gewogen, denk ik. Ik wil er hier nog over zeggen dat mijn inschatting dus is dat dit bedoeld is als oprechte stilte voor de storm. Van hier is alles nog mooi. Maar de storm gaat nog komen. Ja. Zeker die slow motion beelden. Ik bedoel, dan push je het wel echt heel ver. En dat wordt hier gedaan heel gewoon sec. Maar waarom is dit dan niet doordrijven tot het hysterische hoogtepunt? Ja, dan, waar ligt dat dan? Dan moet je aan, dat voel je aan, denk ik. Ja, er is geen knipoog. Nul! Sharon, met die slappe tiet heb jij mij geneukt. Gadverdamme! Het is het eerste probleem, maar het is dus niet het grote probleem nog. Ze nam zich voor mijn vreemdgaan te gedogen en het gewoon als een slechte eigenschap te zien. De ene vent peut het in zijn neus, de ander gaat vreemd. Hij gaat vreemd, maar ze accepteert dat en ze doen en blablabla. Precies, ze schavuiten. Het is gewoon een slechte eigenschap en we kunnen weer door. Terwijl ik denk, oké, ik had dus gelijk, hij is een lul. Samen met Frank begon ik mijn eigen reclamebureau. Ja, daar spreek je mee. Merk in uitvoering. Het geld kwam met bakken, wat zeg ik, met containerschepen tegelijk binnen. Ja. Weer iets wat je vet moet vinden en weer van, het gaat nog allemaal goed, want er komt heel veel geld binnen. Ja. En ondertussen is er al, die relatie is al half nep begonnen. Hij gaat heel het vreemd. Dat kind is er gewoon. Wordt ook geen aandacht besteed aan de geboorte? Wordt geen aandacht aan besteed. Gelukkig moesten Frank en ik geregeld voor zaken naar het buitenland. Andere vrouwen mochten overal aankomen, zolang ze maar van mijn hart afbleven. Mijn hart, dat was voor Carmen. Ik ga vreemd. Maar alleen met mijn lijf en niet met mijn... Ja, hij heeft het gerationaliseerd voor zichzelf. Ja. En hier moest ik heel erg denken aan The Wolf of Wall Street van Scorsese. Mm. Ook een film die wel heel duidelijk zijn hoofdpersonage belachelijk maakte. Door excessief te styleren. Dat had hier ook zoveel beter gewerkt. Dat is ook een hoofdpersoon die de voice-over verzorgt. No. My Ferrari was white like Don Johnson's in Miami Vice. Not red. Hoofdpersoon die niet onuitstaanbaar is. Ook allemaal glamour en zo. Maar die filmmakers zijn duidelijk niet aan zijn kant. Ik had alles onder controle. Waar was je? Los Angeles. Oké. Kut. Dit vind ik meer in de buurt komen. Ik had alles onder controle. Beetje overdreven gezegd. En nu is hij meteen zijn trouwring kwijt. Maar aan het einde, als hij zijn trouwring weer vindt, dan moet de kijker volgens mij opgelucht zijn dat hij niet is. En Jeroen Willems heeft die trouwring dus blijkbaar opgevist. Ja, die lag had hij waarschijnlijk afgedaan en die lag in het zwembad, op de bodem van het zwembad. Ja. Hey, wat is er? Ik heb de dokter net gesproken over mijn borst en hij wil dat we morgen langskomen, want het is helemaal niet goed. Dit vond ik goed geacteerd trouwens. Ja, Carice Verhout en Barry Asman doen hun best om er iets van te maken. Ja. Aan hen ligt het niet. Het is kwaadaardig. Ze hadden wat kleine probleempjes, maar die waren beheersbaar, maar nu komt er iets wat niet beheersbaar is. Naakte man in zo'n wei, dit is gewoon de Nederlandse film. Ja. Dit is voor mij een Milner kaasreclame. Extra gerijpt. Ja. Puur natuur. Ja, en die Lennart Hillige, de director of photography, dat vind ik een goeie. Director of photography, heeft ook met Paul Hoeven gewerkt en met Diederik van Rooyen. Maar ik vind dat hij hier niet goed wordt ingezet. Een Zwitserleven gevoel. En dan, dan kunnen ze aan de hand daarvan zien wat dan de volgende stap is. De kanker zit hem al tot hier. Dit vind ik echt heel lollig, die superimposed titles. Die niet uit het boek komen ook trouwens. Nee? Ik dacht weer van wel, maar... Hoe kun je het platter krijgen dan gewoon letterlijk in beeld te zetten wat er gaat gebeuren? Ja. Chemo. Oh jee, nou gaan we het krijgen. We hebben hier het eerste overgeven moment. Ja. Op IMDb kun je zien... Van de personages althans. Ja. Op IMDb kun je zien in de plot keywords. Vomiting. Het gebeurt zo vaak dat het gewoon... Overgeven en naakt, dat zijn die twee dingen die... die dan niet kunnen volgens de fatsoensterroristen. En in Nederlandse films kan dat wel. Ja, alsof het al niet erg genoeg was, zou zijn dat ze überhaupt moesten braken. Ja. Maar ze moeten ook nog eens naast die pot, moeten ook nog eens in beeld. Ruststand, kanker, Carmen van Diepen, 0-1. We hebben weer de tweede voetbalmetafoor, komt er nog één.
Dit vind ik wel een goede scène. Omdat hier eindelijk filmisch iets gedaan wordt. Een beetje à la Scorsese-achtige personage. Ook in Goodfellas heb je ook die scènes. Ook in Wolf of Wall Street dat ze ruimte binnenlopen. Hier tussendoor wordt gemonteerd hoe zij door ziekenhuisgangen loopt. En die laserlichten van zijn clubs, die worden daar parallel gelegd aan die laserlichten van dat gamma en knife. Ja. Dus dat vind ik echt goed gedaan. Nummer 2. Het is allemaal kut. Vrouw braakt, de kind jankt. Stijn ontmoet nu dus Roos. En dat is een vrouw waar hij al lang iets mee wou, maar het is steeds niet gelukt. Nee, en hij lijkt het nu weer te willen proberen. Hij is steeds getrouwd en dat vindt zijn probleem. Ja. Waarom hebben ze Halina Rijn toch gepasseerd voor die rol? Dat was echt op het lijf geschreven. Vertel jij eens wat over je vrouw. Ja. Ja, het is grappig dat die hoge elitaire kunst van de opera, dat hij onder de scène zit waarin hij dit soort dingen allemaal zegt, die hij nu gaat zeggen. Ja. Carmen heeft borstkanker. Begon allemaal met chemotherapie, 4Q. En uiteindelijk mochten we blij zijn dat de borst geamputeerd mocht worden. Ik leg een gapend gat over met een gigantisch litteken. Is het de bedoeling, vraag ik me af, dat wij hier in de lach schieten? Mag dat? Denk het niet eigenlijk. Zij wordt er duidelijk door geraakt. En snapt waarom hij misschien iemand anders wil. Het is heel ironisch eigenlijk, maar het is niet ironisch bedoeld. Ja. En hij wint haar dus met de kanker van zijn vrouw uiteindelijk. Wat hem eerst niet lukte toen zijn vrouw nog geen kanker had. Mij leek het dus ook leuk om deze film opnieuw te maken. Sowieso meer in de Sir Paul Verhoeven-achtige ironische stijl. Maar dan met die kanker als een soort manifestering van zijn gedrag. Dat slechte karma. Ja, en hoe erger hij wordt, hoe zieker zij wordt. Hij zit alleen thuis of zo, ze verveelt zich. Hallo? Goedemorgen, mevrouw. Ja, ze heeft het wel even geprobeerd. Ja. Wacht even hoor. Wacht, de bel gaat. Ja, de bel gaat. Hallo? Maar dat heeft ze dan al open gedaan. Hallo? Hij laat nog even zijn telefoon zien door het raampje van die lift, zodat ze echt snapt wat er aan de hand is. Dat is natuurlijk weer heel raar. Ik ben met jou aan het bellen. En nu sta je toch ineens in die lift. Was je niet aan het bellen dan? Jawel. Jawel. Oh, een mobiele telefoon. Nu hebben ze seks. Dan gaat hij meteen voor haar borst. Vind ik op zich nog wel een goed detail. Ik had het ook wel gezien, maar ik vroeg me af of jij het op zou merken. Ja, ik let er normaal niet op, maar opeens viel die borst mij op. Onsexy vind ik het ook. Nee, dat deed Paul Verhoeven beter. Basic Instinct bijvoorbeeld. Die scène in als Michael Douglas Sharon Stone komt ophalen in die club. Die vind ik veel sensueler in beeld gebracht. Mm. Ja, kijk, ze lachen samen. Dus die is niet zomaar voor seks. Hij zei in het begin, mijn lichaam mogen ze hebben, mijn hart is voor Carmen. Ja. Maar als ze eenmaal kanker heeft, dan gaat hij zijn hart ook weggeven. Bij Roos kreeg ik wat ik thuis tekort kwam. Zij gaf me... Die mensen moeten hem toch haten. Penseel in haar gestoken. Ja, ze heeft haar opgestoken met een penseel. Ja. We hebben hier te maken met een zeer artistiek persoon. En je ziet ook dat hij ermee worstelt. Hè? Dat hij een vrouw die kanker heeft en waarmee hij een kind heeft. Dat hij die structureel bedriegt. Dan zie je, nu zie je een beetje van... Ja, ik af en toe dan lig ik zo op mijn rug en dan denk ik van... Ja, en hier zitten ze bij het Amstel Hotel. Te toasten op de overwonnen kanker. Laten we nou van het moment genieten. Hier, nu... Carpe diem. Carpe diem, zegt hij. Kan er ook wel bij. Alternatieve titel voor de film was geweest Kanker Diem. En dan kijkt hij het telefoontje van die Roos. Dan ligt hij over en dan gaat hij het telefoontje ook aannemen. Nu heeft hij de derde of vierde voetbalmetafoor alweer. Terwijl Carmen weg was, wonnen wij onze eerste echte grote prijs met merk en uitvoering. De UEFA Cup van de reclame. Het hele bureau beleefde een collectief orgasme. Gruwelijk. Niet te doen. En niet uit het boek, hè? Dit komt allemaal niet uit het boek. Nee. Als je zo doorgaat, dan ben je alles kwijt. Niet alleen Carmen. Jullie hebben iets geweldigs samen. Luna. Denk eens aan Luna. Ja, eindelijk zegt iemand waar het op staat. Ja. Die Frank is het sympathiekste personage van de film, denk ik. En hij is niet heel sympathiek. Naar aanleiding van dat gesprek met Frank stuurt Stijn Roos het bericht dat hij niet meer verder kan met haar. Dus hij neemt zich voor om er toch mee op te houden dan. En voor Carmen te kiezen, denk ik. En nu krijgen we een echte Zwitserleven gevoel reclame. Als we samen op vakantie gaan naar een tropisch eiland. Carmen, wil jij opnieuw mijn vrouw worden? Ik wil me één ding beloven. Dat je niet meer vreemd gaat. Nu gaat hij zijn telefoon het water in gooien. Het is de zakenmannen die loskomen van hun werk. Move.
Ik vraag me altijd af, waarom kun je niet gewoon niet opnemen? Nu is je telefoon ligt letterlijk in het water. Je kunt niemand meer bereiken. Misschien minder makkelijk naar het vliegveld. Ja, ja. Stel dat er iets met haar is. Ja. Met telefoon. Dat is wel een mooi gebaar. Dolfijn ingestikt. Ons nieuwe leven, zonder zorgen of vreemdgaan, duurde precies 1 week. En ze leefde nog kort en gelukkig. Nee! Hij is weer helemaal terug. En de kanker komt ook weer helemaal terug. Ja. En nu krijgt ze te horen dat ze doodgaat. We stopten allebei met werken. Carmen stelde een lijst op waar ze allemaal nog heen wilden. Stijn en Carmen als de wereldkampioenen van het genieten. Champions League van het genieten. UEFA Cup van de reclame. Nu is echt wereldkampioen van het genieten. Ja. Champions League was al hoog, maar nu is wereldkampioen. Ja. Ik ben niet zo geschokt bij kijken. Sommige mensen hebben niet eens zo'n harnas thuis. En je hebt er 10 staan, er wordt 1 ondergebruikt en je is meteen... Oh, alsjeblieft. Ze gaat wel dood, hè? Oh, 3 kwartier. Sorry mevrouw, uw aderen liggen echt heel diep. Ik wil een echte dokter. Nee. Je bent geen proefkonijn, ik wil een echte dokter. Nou, en dan valt hij een hulpverlener aan eigenlijk. Wordt hij eigenlijk niet voor aangepakt of zo. Ja, hij wordt waarschijnlijk ziekenhuis uitgezet, maar... Hij rijdt de parkeergarage uit zonder te betalen, dwars door een slagboom. Daar horen we ook niks meer over. Hij race naar Roos, want hij moet nu vreemd gaan met haar. Hij trapt tegen de lift, hij beukt haar deur in en ze hebben seks. En nu gaan ze elkaar beverven, omdat ze van die onbezonnen liefde hebben. Wat zijn het voor een idioten? En hoe zo'n Roos ook wordt gebruikt door hem, hè? Dit is een reclame over erectiestoornissen. Of hij is net verkracht. Volgens de stichting Ideale Reclame moet hij leren om hulp te zoeken. Ik hou van jou, Stijn. Ja, weet waar je aan begint. Mijn belofte aan Carmen had ik verbroken. De schoonheidsprijs verdien jij niet mee. Maar liefde in tijden van kanker heeft zo zijn eigen spelregels. Nee, hoe hij zich gedraagt in tijden van kanker. Ja. Heeft zijn eigen spelregels. Nou ja, nu gaat hij toch weer met Roos veel doen. En als hij thuis komt, dan is alleen maar weer jankende kinderen en brakende vrouw. En ze braakt weer naast de emmer. En nou heeft hij heel lang bij Carmen moeten blijven. En dan belt hij Roos op de gang en zegt hij, sorry godin. Sorry, Godin, ik... Het parodie op zichzelf, maar is het helaas niet. Roos die laat het niet over haar kant gaan. Dat hij dus niet op tijd terug is gekomen van het ziekenhuis om weer bij haar in bed te kruipen. Dus zien we haar, net als we hem opgewekt zagen, drummen. Zien we haar nou boos, abstract schilderen. Hoe belachelijk tijd is, hè? Zijn vrouw heeft kanker, hij gaat al jaren vreemd. Hij gaat nu vreemd met haar. Gaat hij weg bij haar om bij zijn zieke vrouw te zijn in het ziekenhuis. Maar dat duurde allemaal te lang, dus nou is hij boos. En staat op het doek te schieten met een supersoker. Als ik zo vertel is het bizar, maar in de film denk je oké. En nu zien we een doodzieke Carmen van de trap afkomen en vragen of Stijn alsjeblieft 's avonds thuis wil blijven. En dan wordt hij opeens helemaal boos op haar. 1 biertje met Ramon. Met Ramon? Carmen, doe normaal. Ik ga overal mee naartoe. Chemokure, bestralingen. Ik maak ruzie met de dokter om je. Ik bel ze midden in de nacht op voor je. Ik doe alles. Je maakt ruzie met de dokter. Ja, hij doet echt alles. Jij, wat doe jij, Lem? Behalve dat vergif elke week in je lijf en weet dat je doodgaat op je 38ste of weet ik hoe oud ze is. Jij doet helemaal niks verder. En zij schat juist in dat hij weer aan het liegen is. Ja. En hij zegt, doe normaal. Ja, ik haat hem. Hij mag voor mij echt dood neervallen. Ik ga maar een wijf naaien terwijl ik hier dood ligt gaan. Ik heb jou niet nodig, hoor. Klootzak! 1,5 jaar alleen maar ellende. Fucking ellende. Ziekenhuizen, chemotherapie, huilbuien, kotsbuien. En heb jij mij niet meer nodig? Flikker toch een eind op met je kankerzooi, Carmen van Diepen. Een ode aan de liefde heet deze, het heet deze film. Dat is een subtitel. Echt afgrijzelijk. In de maan is muziek wordt al beter, moet ik zeggen. Waar was je? Bij iemand anders. Mama is heel boos op jou, hè? Dan ben ik ook boos op jou. Kind krijgt eindelijk een stem. En nu gaan we eindelijk een scène zien waar ik dat excess en die ironie en die overdrijving terugzie. Ja. Als hij staat te feesten. En doordat die scène zo op die golflengte zit, weet je ook dat de rest van de film dat niet gebeurt eigenlijk. Ja. Omdat het de schil tegen afsteekt. En nu vindt het ook pas erg, nu die dochter hem niet meer leuk vindt. Ja, kut, ja want die gaat niet dood, die dochter. Die blijft leven. Ja, dus dan heeft hij nog mee te dealen van zijn leven. Ja. En nu gaat hij dus die dollemansrit maken en dan crasht hij met zijn auto. En dan belandt hij een nacht in de cel. En dan komt hij dus weer thuis naar die hel. En dan zegt zijn dochter, ik ben niet meer boos op je.
ben niet meer boos op je hoor. Ja. Dan denk ik, waarom is ze nou niet meer boos? Ik snap wel dat het gewoon over kan zijn. Maar waarom vergeeft de film hem, denk ik? Inderdaad, want ja. Het enige wat hij heeft gedaan is een auto in de prak rijden. En het had ook veel erger af kunnen lopen dan het af is gelopen. Ja, die dochter wil gewoon niet meer boos zijn op de vader. Die wil die problemen helemaal niet hebben. Ja. Hij had wel iemand dood kunnen rijden met die auto. Waarom is hij nou ineens weer vergeven? Ja. Laat ik zeggen, hij krijgt af en toe een corrigerende tik. Ja. Van de film, maar hij zou een pak slaag moeten krijgen. Nou ja, dan loopt hij toch weer naar het ziekenhuis en maakt ze toch weer goed. Kijk, weer een fantastisch nieuw... Ja. Sterfhuis. Ja, dan moet ik ook aan Wolf of Wall Street denken en dat soort films. Douglas Sirks films uit de jaren 50. All That Heaven Allows bijvoorbeeld, zie je ook allemaal kleurenpracht en alles is heel glossy en veel spiegels en veel goud. Iedereen is redelijk rijk in die films. Maar daar wordt heel duidelijk hoe rot het onder dat glimmende oppervlak is. Die moeder die is ook eenzaam en die wil... eigenlijk een relatie beginnen met een andere man, maar dat mag niet van de, van de samenleving daar. Alleen krijgt ze een nieuwe tv, zodat ze daar allemaal haar plezier uit kan halen. En die scène, waarin ze dus dat mooie, dure cadeau krijgt van de kinderen, wordt op briljante wijze ondergraven door de regisseur. Ja. Maar hier in dat nieuwe appartement, het is weer een vet soort reclame-stijl. Ja. Wordt helemaal niet iets smerigs van gemaakt of zo, wat naar mijn gevoel inmiddels allemaal flink al is. We zitten nu echt naar een perverse situatie te kijken. Ja. Maar de beelden zijn niet pervers. De film is niet zelfbewust op dat punt. En dat is heel naar om naar te kijken. Ja. Je ziet me weer dat ze overgeeft voor de vierde of vijfde keer. Ik heb het begrepen inmiddels. En deze keer wel een emmer. Zo'n soort van progressie. En dan zie je dat steeds zieker worden. En dan geeft het is tijd om afscheid te nemen. Ik vind het jammer dat je doodgaat. Dat is echt tranentrekkerij. Ik vind het jammer dat je doodgaat. Ja. Waarom ik tranentrekkerij vind, omdat ik helemaal dat kind amper heb gezien. Ik zit er echt alleen maar bij omdat de personages in het verhaal een kind hadden. Yeah. Het moet af en toe in beeld komen. Ja, en in Nicolas Ray's film Bigger Than Life, daar zit een heel mooi shot in waar je wel ziet dat de filmmakers echt aandacht hebben voor dat kind. You're not my wife any longer, I'm not your husband any longer. Ja, heel simpel eigenlijk. Yeah. Yeah. Heel super effectief en heel sympathiek tegenover het kind. Yeah. En daar heb je de hele film... gemist hier eigenlijk. Zelfs Carmen, die ik wel heel goed geacteerd vind en ook aan het begin een normaal personage, in tegenstelling tot dat kind is. Aan het einde wordt ze steeds meer tot een soort stervend lijf die weer zeikt als hij weggaat. Maar ik heb niet het idee dat zij nou ook nog zelf iets wil. Het draait echt allemaal om hem. En dan staat Carpe Diem in de ring. Ja. Mooi, zeg je dan. Dat heb ik toen tegen jou gezegd in het Amstel Hotel. Toen je eng van je kanker af was en ik nog niet eens het gesprek af kon maken. Omdat ik al naar binnen liep om met die Roos te bellen. Ja. mooi, blijft een mooie herinnering aan die uitspraak. Het is ook Latijns. Hi, moe. Altijd. Fuck. Tenzij die afvalt in een zwembad. Ja, maar goed, als zij dood is, dan maakt dat ook niet zoveel meer uit. Nee, dat dan klopt. Kan hij hem ook aanhouden. Ja. Dan kan hij daar misschien nog een vrouw mee versieren. Zoals hij Roos ook heeft versieren met haar kanker. Kan hij misschien de volgende vrouw weer versieren met haar dood. Inderdaad. Weet je wat dit is? Precies. Er zit een heel verhaal achter. Zit ook. Kom jij maar eens even mee. Precies. Ik ben zo blij om jouw vrouw te zijn. Ja, het is volgens mij bedoeld om het echt als mooi einde. Ja. Maar ik vind het zo zielig voor haar ook. Volgens mij zegt zij het alleen maar om van ja, ik ga nu dood en heeft mijn leven wel zin gehad. Dat ze zichzelf ervan aan het overtuigen is dat ze nog een soort nuttig liefdesleven heeft gehad. Ja, precies. Ik heb reclame spots doorverkocht aan het buitenland. En ik ben getrouwd met een ontzettende lul die niks om mij geeft en niks om mijn dochter geeft. En nu ga ik dood aan kanker. Voordat ik 40 ben. Maar ik heb het allemaal nut gehad, want wat wij hebben was zo speciaal. Ja. Hey Roos, met mij. Carmen wordt vrijdag begraven. Ik hoop dat je erbij kunt zijn. Ik weet niet of je daar zin in hebt. Je klaagt de hele tijd dat ik zo lang niks van me laat horen. Nu heb ik een leuke activiteit die we samen kunnen doen. Stel ik je ook meteen aan Luna voor. Dan heeft ze gewoon een schone overgang. Geen dag zonder moeder. Nou, dit was de film. Opgedragen aan Judith. De echte Carmen. Nou, trap naar, zou ik zeggen. Ja. Dit verklaart eigenlijk ook weer waarom ze niet doorpakken met die perversiteit. Nee. Omdat ze het toch als een in memoriam zien aan die echte vrouw, waar het nog steeds aan refereert. Ja, dan... Dus al die momenten waarvan wij misschien verwachten dat het subversief was, die zijn dat echt niet geweest. Want dan zou dit echt heel vals zijn. Stiekem hebben we het helemaal afgezekerd, maar het is wel voor jou. Nee, inderdaad. Nee, toch moet de bedoeling van de film zijn,
God, wat een rollercoaster hebben we gehad van emoties. En uiteindelijk zijn we bij elkaar gekomen en we sluiten het samen af. En hij kan in zijn eentje beginnen aan een nieuw hoofdstuk met zijn dochter en vriendin Roos. Mooi, hè? Wat ik ook naar vind is, omdat de voice-over verteld wordt door Stijn, vind ik ook dat hij zichzelf vergeeft. Maar inderdaad, zoals Kluun ook een beetje zichzelf heeft vergeven met zijn boek. Er zijn hier meer dan 1 miljoen mensen heen gegaan, of misschien nog wel meer. Ik weet in ieder geval heel veel geld en bezoekers opgebracht. Ja, die zijn natuurlijk allemaal, moeten die met een ontroerd gevoel naar huis gaan. Ja. Maar ik heb zin om een antieke helm vol te braken. Ja.